Valerie de Bozer vond na haar huwelijk met Koen Wouters vrij direct opnieuw de liefde. Dirk de Witte zou haar Koen doen vergeten. De Antwerpse vastgoedmakelaar heeft zelf geen kinderen, maar sloot dat misschien zelfs niet uit in de toekomst. De tijd zal het uitwijzen, zei Valerie toen. Helaas ziet die toekomst er niet zo romantisch uit voor het koppel. Hun relatie zou verleden tijd zijn. Zelf willen ze er nog geen commentaar op geven, maar in TV-familie worden alvast enkele aanwijzingen van een breuk gegeven. Zo zien we op Valerie's Instagram niets meer van Dirk. Zelfs in het begin van het nieuwe jaar deelde ze een video van zichzelf al dansend. Ze schreef daarbij: "A new year is a new beginning. Love the good, throw away the bad." Haar dochter Zita Wouters beaamde die boodschap en reageerde met "That's the spirit." Verschillende mensen vermoeden dus dat ze met dat nieuw begin vooral een nieuw begin in haar liefdesleven bedoelt. Haar entourage wint er alvast geen doekjes om. Die bevestigen dat de twee geen koppel meer zijn. Nog een opvallende aanwijzing. Valerie volgt Dirk nog op Instagram, maar omgekeerd niet meer. De laatste foto die ze samen posten is ook al geleden van juli. En zelfs de foto waarmee ze hun relatie bekend maakten is verdwenen.